Vooral hier op de plekken waar het water heel laag langs de kant staat, daar blijft vaak van alles, allerlei troep liggen. Ja, want Pieter, wat zullen jullie doen? Wij zijn vandaag vanuit de Maaskinup de oevers van de Maas op het ruimen. En dat doen we in een combinatie van het bedrijfsleven en vrijwilligers. En dat is hard nodig, omdat uiteindelijk de Maas en het water de bron van al het leven is. En met bedrijven kunnen we meer impact maken dan met alleen individuele vrijwilligers. Dus we denken dat we in de samenwerking met het bedrijfsleven uiteindelijk een positieve impact kunnen maken. En dat is de reden waarom we hier, hier in Venlo met ongeveer 50 vrijwilligers zijn op deze plek. En we zijn in totaal in Limburg met 50 groepen, 50 opruimacties, wat in totaal waarschijnlijk iets van 6000 vrijwilligers zijn. Een stukje bewustwording creëren dat er gewoon minder afval in de Maas gedumpt moet worden en naast de oevers op de grond gegooid moet worden. Want onder de streep wordt er nog gewoon veel te veel afval op straat gegooid.